Vandag is woensdag 22 december. Welkom by vandagse luistermeditasie waar ons in die vierde week van Advent is. Ons lees vandag saam uit Micha 5. Hier in die vierde week van Advent fokus ons doelbewus op die geskenk van Godse liefde wat ons in Christus ontvang het. Ek nooi jou daarom om saam met my die kers aan te steek, wat ons herinner dat God liefde is. In ons stil word, wil ek jou nooi om jouself doelbewus te draai na God wat reeds teenwoordig is. Hierdie God wat teenwoordig is, is in sy wese liefde. Weet in hierdie oomblik dat God wat liefde is na jou kyk met sy volmaakte liefde. In sy liefde is daar nie veroordeling nie, maar vergifnis. Nie verwyd nie, maar deernis. Nie teleerstelling nie, maar omhelsing. Hierdie God leef met die diep verlange om jou net lief te hê. Rus in hierdie oomblik in God se liefde.
Die profeet Micha was een van die klein profete wat in die 8e eeuw voor Christus een tijdgenoot was van Amos en Hosea en van Jesaja. Hij het geprofeteer tegen Jerusalem en Juda, wat afgode begin aanbid het, wat onreg gepleeg het. En Micha kom eindelijk met de profetie om te zeggen dat die stede verwoes gaan word. Die eerste 4 hoofdstukken worden donker prentjie geskets. En dan in Micha 5 vers 1 staan daar: Maar jij, Bethlehem Ephrata, jij is klein onder die families in Juda. Maar uit jou zal daar iemand komen wat aan mij behoort. En hij zal in Israël regeer. En dan kom gee die profeet Micha een voorspelling van een nieuwe koning wat gaan kom, wat vrede gaan kom bring. Aan die einde van Micha 7 sluit Micha die boek af als hij hier die nieuwe koning wat gaan kom beskryf en sê in vers 18 van Micha 7, Wees een God soos u, die vergewe sonde, die straf nie die sonde van die wat uit die volk oorgebly het nie, U bly nie vir altyd kwaad nie. U betoon liefde. Hy sal ons weer genade betoon. Hy sal ons sonde tot niet maak. U sal al hulle sondes in die diep see gooi. U sal getrou wees teenoor Jakob, liefde betoon aan Abraham, soos U in die voortyd aan ons voorvaders met die eed beloof het. Die God van wie Micha praat, wat gaan kom uit Bethlehem, is een God van liefde, een God van genade, een God wat sonde tot niet maak en sondes in die diep see gooi. Wanneer mens in die teenwoordigheid van so God is, raak mens ook bewus van jou eie gebrokenheid, jou eie tekortkominge. En hier op die voorhand wat ons die geboorte van Jesus in hierdie wêreld gaan vier, wil ek julle nooi om vandag eerlik met die Here te praat oor jou eie gebrokenheid, jou eie skuld, jou eie onvermoë om altyd self lief te hê. Bring dit in die lig van Godse liefde en weet hierdie God kyk na jou met die grootste deernis en genade en vergifnis. Ek glo in Jesus Christus, nie een half God of een half mens nie, maar in die ewige Seun van die ewige Vader, wat uit louter liefde die hemel geskeer het om een mens te word, wat kon lag en ly, wat kon twyfel en vrees, een van ons. Ek glo dat hy te midde van die haat, die koue en die verskrikking as een weerloos kind gekom het, terwille van die weerloses en die kinders. Ek glo dat die eindeloze opstand teen God en die goeie, die enigste mens wat God en goed was, geoordeel het en vermoor het, en dat die pijn en die Godverlatenheid van die hele wêreld in sy stervensroep gestol het. Ek glo dat hy uit die dood opgestaan het en dat sy opstanding die ewige teken is, dat dinge anders kan wees, dat die stryd tussen die lewe en die dood finaal ten gunste van die lewe besleg is, en dat hierdie waarheid voortaan uitsig bied in die mees uitsiglose omstandighede. Ek glo
in Jesus Christus. Amen.